Goedemorgen. Foefje is voor zijn werk even oliebollen gaan halen. Want blijkbaar, dit waren alleen maar bananenbollen en amandelspijsbollen. En kijk hoeveel gewone oliebollen die heeft gehaald. Ik weet niet waarom zo enorm veel. Jam. Ik denk dat ik zo meteen ga ontbijten met een oliebol. Dit is echt niet normaal hoor. We hebben echt heel veel. Aangezien mijn wonderlist vooral gericht is op mijn site, heb ik hier een soort van papieren versie van de to-do list. Ik doe het al een paar keer, gewoon een pagina met stift, gewoon bam, to-do, dit, klaar. En ik heb nu staan favorieten opnemen, klaarzetten, filmen, editen, uploaden, lipbalmartikel afmaken, ik ben ermee klaar. En een body butter dingetje filmen, ik hoef hem nog niet te editen, want het is pas voor zaterdag. Ja, en daarna moet ik even gaan kijken wat ik ga maken voor vanavond. En boodschappen doen. Thuis een beetje aan kant maken. De 31ste, laatste werkdag van het jaar. Ik heb net gedoucht en mijn haar geprept. Ik ga denk ik vanavond krullen. Ik weet niet, het valt nu op zich best goed voor een prep sessie. Dus ja, ik weet het niet. In ieder geval, ik ga hem even opmaken. Bed opmaken, mij opmaken. En dan filmen. Dit is echt zo cute. Weet iemand waarom hij die staart eromheen doet? We hadden laatst met Gregor erover. Het is zo adorable als ze dat staartje zo om hun heen wikkelen. En dan, ja, daar zit ik dan. Maar waarom zo helemaal tijd er tegenaan? En waarom zo gewikkeld? Zou dat een reden hebben? Tijd om me op te maken. Laatste tijd gebruik ik heel vaak deze primer van Dior. En ik ben er zo blij mee. Hij maakt me echt net een beetje meer tan dan ik al ben. Sudden realization. Ik heb gisteren een peeling gehad. Is dit verstandig? Nee, volgens mij zorgt het alleen maar voor dat het juist egaal wordt. Omdat er een deel van mijn huid af is. Ah, het zal niet zo erg zijn. Super grappig trouwens. Ik had toch die gel lak aangebracht. En ik zei nog, ja, hopelijk haalt hij tot oud en nieuw. Alleen, deze vinger is eraf. Dat is wel echt een beetje jammer. Dat is echt net gebeurd tijdens het feunen van mijn haar. Vloepte zeg maar, dan komt er zo'n stukje los en dan kan je die hele nagel eraf trekken. Nou ja, maakt op zich ook niet uit hoor. Het is wel jammer, al met gel lak kan je dat niet even heel snel corrigeren, zeg maar, door dat even zo te doen. Maar, ach, het is maar één nagel. Ik ben opgemaakt. Ik heb besloten voor Riri Woo te gaan vandaag. Beetje mat rood is dat. En ik kreeg laatst op een vlog super lief heel veel opmerkingen over mijn wimpers. Dat ze heel lang waren. Nou, valt volgens mij wel mee. Maar dit is de mascara die ik nu gebruik. De Givenchy Noir Couture Volume Mascara. En hij is... Nou, hij is nog niet op, maar hij zal binnenkort wel in een opgemaakte video komen. Dan zal ik hem nog iets toelichten. Maar hij is heel erg fijn. Echt een mooie mascara. Oké, daarmee alles staat al klaar. Kaarsen zijn al volop aan het branden. Ik wil filmen. En ik gebruik dus mijn iPhone als microfoon. Het is eigenlijk het enige waar ik hem nog voor gebruik. Nog een paar kleine apps, maar voornamelijk als microfoon. Maar hij gaat niet meer aan. Hij zit echt wel super lang in de lader. Ik heb hem nu aan de laptop gehangen. Gaat vaak wat harder, maar nee, ik krijg nu alleen maar dit. Kom op, iPhone. Come on. Oh, helemaal. Nee, dan ga ik maar deze microfoon gebruiken. Die hier, zeg maar, van deze camera, die moet ik dan maar hier neerleggen. Siem, dan moet je er niet aan gaan zitten, oké? En dan ga ik dat maar doen. Oh, dat is echt heel vervelend. Oh, hij gaat net, echt net aan. Ik wil net beginnen, hij gaat aan. Yes. Video is nu aan het importeren en de audio ook trouwens. En wat ik nu ga doen is ik ga eventjes een do-it-yourself voor zaterdag opnemen. Een stukje ervan, want ja, dat wilde ik vandaag doen. Ik weet niet, het is echt zo'n dag om het te doen. En ik ga dat met deze camera doen, want met deze kan ik beter uit de hand filmen. Kleine dingetjes, zeg maar, mixen en dat soort dingen. En ik heb even na zitten denken, wat is leuk om het jaar mee te beginnen. En toen was het, ah, do-it-yourself, dat is altijd leuk. Dus, dit is wat je nodig hebt. Dit is wat je nodig hebt. Even kijken. Zo. Hij is nu bezig met exporteren. Oh ja, die vrijdag moet ik ook nog doen. Boter ben ik mee bezig nu. Zit in de koelkast. Terwijl mijn video aan het exporteren is, zit ik even te kijken naar recepten.
Want ja, er komen wat mensen vanavond. Ik weet nou nog steeds niet helemaal wie er helemaal niet komen blijven eten of niet. I don't know. Maar vroeger was ik altijd helemaal panisch. Als wij een feestje gaven, nou, dan ging ik al 2 maanden van tevoren. Dan stuurde ik iedereen een bericht. Van, nou, ik vind mijn verjaardag. En dan kwamen er 20 mensen of zo. En dan ging ik vanaf dat moment al panisch recepten zoeken. Ingrediënten bij elkaar zoeken. Oefenen met gerechten enzovoort. En dan was ik, als het vandaag het feestje was, dan was ik eergisteren al begonnen met koken en dingen doen. En voorbereiden en stress en alles. En nu, nou, het is 12:30. Het is echt wel een goede ontwikkeling voor mij, hoor. Maar het is 12:30. Ik denk, nou, zal ik eens even wat recepten bij elkaar gaan zoeken. Dan loop ik zo even naar de winkel om te kopen. Maar het speelt ook mee dat ik nu meer ervaring heb met dingen klaarmaken en zo. En dat ik weet, bijvoorbeeld ik weet dat ik zoete aardappel marshmallow gerecht wil maken. Dat ken ik uit mijn hoofd. Ik weet wat ik nodig heb. Ik weet waar het ligt in de winkel. Ik weet hoe ik het moet maken, weet je. Terwijl toen was het dan meer van, oh, en nu. Oh, het is zo overwhelming met eten. Maar eigenlijk is eten gewoon hartstikke leuk. En feestjes geven zijn, is ook hartstikke leuk. Dus ik ga nu even kijken wat ik nog meer doe. We hebben natuurlijk echt bizar veel oliebollen. Ik doe puffed marshmallows, zoete aardappel dan. En misschien nog iets vega-ish. En ik heb gevraagd, dan als iemand komt, neem wat mee qua eten. Dus dat is altijd, dat is echt een tip van mij. Als je een feestje geeft, vraag mensen, joh, neem wat te eten mee. En op die manier heb je altijd wel voldoende van wat. Want iedereen gaat toch soort van zijn best doen om iets lekkers mee te nemen. Misschien dat ik Russische salade maak. Dat is wel lekker toch, Russische salade? Ja, hoort bij oud en nieuw, vind ik. Oké, dit wordt hem. Zoete aardappel marshmallow, Russische salade, tiramisu. We hebben bizar veel oliebollen. Foefje doet iets met worst. En verder zie ik wel, want Yves neemt het mee. En wie er nog meer komen, neem wat mee. We'll see. Pam. Zo, ik heb mijn artikel afgemaakt. Ik zit een beetje door mijn site te scrollen. En ik ben best trots op hoe die er nu uitziet. Het is echt wel, sinds de splits met Vlogmas, het was een beetje van alles door elkaar. Maar het is nu echt puur beauty. En dat vind ik wel heel erg leuk. De echt beauty na beauty na beauty artikel. En wat veel misschien niet doorhebben, is dat ik eigenlijk heel veel reviews nu. Dus ik doe zeg maar in 1 artikel 4 reviews of 6 of wat dan ook. Dus iets meer werk, maar ik vind het er mooier uitzien. En ik vind het denk ik, weet je, ik wil niet 1000 woorden over 1 product schrijven. Ik wil kort en krachtig mijn mening geven over een product. En dan gewoon meerdere producten, soortgelijke producten. En ik vind dat er, ja, ik ben er wel trots op dat dat zo kan. En ja, ik ben ook heel blij met Makkie die mij helpt met dit soort dingen, waardoor dit kan. Dus ja, jee, ik ben blij met hoe het ging met Beauty Gloss dit jaar. Hey Foefje. Nou, jouw favoriete activiteit aan het doen. Ja. Samen boodschappen, dat is serieus. Kijk, lekker veel bier. Hoeveel gaat erop, denk je? Eentje. Ja, ik denk één. We zijn weer thuis. Allebei. Wie heeft er zin in een dutje? Wie? Maar, goed, we beginnen aan het eten. Breakfast. Ja, yeah, that's right. Dat is hoe Foefje dus eet. Nu pas breakfast, het is 4:30. Poef. Oké, okay, ik had 1 worstenbroodje. Ja. Om 3 uur. De aardappelen zijn aan het koken, de zoete en de gewone Russische salade, zoete aardappel. Ik heb nu gewoon al last van, ik heb nu al last van brandend maagzuur. Dat ik 2 oliebollen om vandaag. Wauw, dat wordt nog wat. Ik zit zoveel dingen klaar te maken die zoet zijn. En nu een van mijn favoriete mixdingen, namelijk eiwit. Het is een mix day today. Daar gaat ie. Oké, nu is die echt perfect. Oh. Ha. Creamy. En nummer 3, slagroom. Mijn favoriete deel, mixing 3 fluffs door elkaar. En dit gevoel, zo. Naar de fluffiness. Dit is mijn recept zonder alcohol. Tiramisu. Ooit is een keer op mijn persoonlijke blog gepost. Als je googelt Beauty Gloss.
tiramisu, dan vind je mijn man. Ik maak dit altijd met oud en nieuw. Tipje, prop er wat marshmallows in. Ik heb ze doormidden gehakt en dan zo eromheen gedaan. Dan zakt dat ook zo erin. Is zo lekker. Och, vorige keer had ik een mini marshmallows overheen gesprinkeld. Dat was ook heel lekker. Deze gaat lekker de koelkast in. Yeah, looking good. En next, de sweet potatoes. Ik gebruik die KitchenAid echt als ik heel veel dingen klaarmaak. Dan gebruik ik die heel veel. Vooral van die feestdingen. Oeh, mijn boter is nog een beetje koud. Smeer de zoete aardappel uit. Puree die ik heb gemaakt. En ik doe de marshmallows erop. Die gaan helemaal proeven. Helemaal lekker worden. En voilà, ik zet deze alvast in de oven. In principe is dit klaar, maar dan straks als je dan de oven aanzet, dan wordt dit een beetje, gaat het allemaal smelten door elkaar. Dan komen er van die lekkere randjes op. Oh, lekker. Ik heb alles af, russelade. En toen besefte ik me ineens, ik ben de eieren vergeten. Die ga ik nog even koken en dan erbij doen. Oké, de oliebollen staan. Dit heeft Poef dus allemaal gekocht. We hebben appel. Dit is rumrozijn. Banaan. Amandelspijs. Met krenten normale. Met niks normale. Appelbeertjes. Poef dacht dat er 400 mensen kwamen eten. Ik wil gewoon dat iedereen een keuze kan maken. Nee, het is cute. Table decoration, zeg maar. Zo. Poefje heeft er naambordjes bij gemaakt. Poedersuiker. Appelbeertjes. Alle smaakjes. Oh yes, de Russische salade is klaar. Yves is er met Steve. Hello. Daar is Steve. Yay! En zij gaan alles opeten. Alles. We gaan chili doen. Met de oliebollen. Olibunny. Hello. Hallo. Dank, hier zijn er ook. Hallo, Marta. We zijn nu buiten, we gaan even vuurwerk afsteken. Hier voor de deur, er staat ook gewoon politie hier. Maar als het goed is mag het gewoon. Dus... I can have fun. Trouwens, ik ben bang voor vuurwerk. Ik steek alleen stelletjes af. Ik heb alleen maar een soort asanet of zo. Ja, die zijn hier. I love brown flowers. Ik vind dit echt niks. Ik heb ook betere brown flowers. Dit is echt badass dat we dat doen naast de politieauto. Dat is wel erg. Ik ging vroeger met mijn broertje altijd heel lang. Oh, die vind ik wel leuk. Die is leuk. Zie je, dat zijn brown flowers. Ja. Die zijn leuk. Ik krijg een beetje migraineaanval van dit licht. Strobus koffie. Ik wil ook een stelletje. Ik wil ook een stelletje. Je bent echt een rascal, jong. Maar ga je ook afsteken dan? Deze. Je wil echt alleen om... Alleen een stelletje. Oh, oké. Je weet een mooie uitdrukking over stelletje. Ja. Ja. Yay. Yes. Hihihi. Ik wil ook. Hier. Oh. Ja, wat? Tuurlijk. Oh, dat is wat. Maar dat is niet helemaal... Dat mag niet. Maar wacht, waarom gaan we niet synchronizen? Kijk deze. Dat we met z'n vijven tegelijk afzeken. Een hexacute. Ja, we hebben niet allemaal vuur. Kijk deze. Ja? Oh! Vet! Oh, vet! Je hebt ondersteboven neergelegd. Yay! Yay! Chicken. Ja, je kan gewoon hier opschappen. Salade, dit heeft Yves meegenomen. Nog een paar dingetjes. Oh. Tiramisu. We gaan het 30 second spelletje spelen. Yves. Welke muziek is het? Nostalgie. Oh, wij hebben gewonnen trouwens. Kilimitidon. We gaan de twee gooien. Het is saai. Kilimitidon. Jullie hebben twee gegooid. 3, 2, 1. Schoenenmerk wat jij geweldig vindt, met dat vinkje. Nee. Nou, dat is een motor die ik heel cool vind, zo'n Amerikaans merk. Hayabusa? Amerikaans. Echt zo'n chopper. Kruisen? Motor. Motor. Vroom. Harley Davidson? Ja.
zo'n stripfiguur waar die stukjes brood, zeg maar acht. Stukjes brood. Stukje brood, wat is dat? Nee, een stukje. Kruimel, kruimeltje. Hij komt uit de hel en dan meerdere. Duivel. De rode duivels zijn Belgische voetballers. Ah. Yay, happy new year! Pop, kom nou! Oh, zo mooi! Kalmeringspoel. Ja. Sien is helemaal van slag een beetje door het vuurwerk. Kom maar. Ja, ja. Lieverd. We spelen. Manissi ligt hier. Beetje angstig. Manissi kan er wel aan. Super gezellig dansen, spelletjes doen en zo. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het afgelopen jaar en voor al jullie steun. En alle comments altijd, en reacties en lieve berichtjes. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie een hele fijne jaarwisseling hebben gehad. En ik ga deze vlog afsluiten voor vandaag. Welterusten en ik zie jullie morgen weer. En ja, toch bijzonder dat het allemaal een beetje toch met blauw is. En dat komt natuurlijk omdat er allemaal van die vakantieachtige dingen op staan. Ik kan wel eventjes kort laten zien wat er allemaal op staat.